Waar we hier nu staan, zien we de as van het hof eigenlijk, in deze richting. Richting het zicht op de stadhuistoren. En als we straks uit de lift stappen, dan heb je dus ook dat zicht op die stadhuistoren. Nog beter dan dat we nu eigenlijk zien, want we staan nu heel laag. En dat komt dan allemaal achter dit leegstaande pand aan de Breestraat. Hier komt een Albert Heijn met daaronder een fietsenkelder. En bovenop de Albert Heijn een nieuw hof, het 36e Leidse Hof. Met daaromheen 25 appartementen die ontsloten worden vanuit de Mosterdsteeg. Dus er komt een echt heel nieuw toegevoegd stukje stad in de binnenstad van Leiden. De architecten zagen vanaf het begin de mogelijkheden voor het gebied, maar het duurde lang voordat ze eindelijk konden beginnen. Wat het een ontzettend ingewikkeld project is, er zitten twee gemeentelijke monumenten en er is een rijksmonument waar we allemaal rekening mee moeten houden. Om die barrières te kunnen nemen, hebben we moeten overleggen met de gemeente. En er is ook nog crisistijd tussendoor geweest, dus het heeft allemaal heel erg lang geduurd. Bijna 10 jaar duurde het. En nu is het dus de uitdaging om achter de bestaande gevels iets moois te maken met behoud van originele details. We brengen dingen terug, zelfs een pui uit de jaren 20 met teakhout en allemaal versieringen. Strak jaren 20 architectuur. Het is een hele mooie toevoeging aan de stad weer. En een levendige stad, wat natuurlijk 10 jaar nodig gemist is, deze plek. Wanneer kunnen Leidenaren dit komen bekijken hier? Het gaat zo'n 2 jaar duren. We zijn nu bezig met de sloop. Maar over 2 jaar zijn we klaar. En dan kan de Albert Heijn open. En dan kunnen de mensen gaan bewonen.